Minister André Muzikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zegt dat er nog geen klaarheid is in de zaak waarbij een groot geldsbedrag van het ministerie is verdwenen. Dit zei hij het afgelopen weekend tijdens zijn bezoek aan Boven Suriname. De zaak is volgens de minister nog in handen van de politie. Muzikaba zegt dat er mensen zijn verhoord, maar dat niemand in hechtenis is genomen. Na de diefstal van dit geld is er stagnatie ontstaan in de uitbetaling van de Algemene Kinderbijslag, AKB. De bewindsman zegt dat het ministerie maatregelen heeft getroffen om soortgelijke gevallen te voorkomen. Wij hebben wel maatregelen getroffen, zodat dit nooit meer gebeurt. Wij hebben ervoor gezorgd dat geen enkel geld meer in geen enkele kluis op SOSAVO blijft. De gelden, wanneer men klaar is met de betaling van de dag, wordt dat geld bezegeld. Er is een bepaalde procedure daarvoor bezegeld. En dat geld wordt door een securitybedrijf in beheer genomen voor ons. En als dat geld de volgende dag nodig is, dan wordt het weer gebracht. Dat zijn de gelden die al verkregen zijn van de bank en dus in ons beheer zijn. Die storten we niet terug bij de centrale bank natuurlijk. Die blijven bij ons, maar we houden geen geld in geen enkele kluis daar. Gelden gaan naar een securitybedrijf, die houdt het. In de ochtend wordt het weer gebracht. Er is een procedure van bezegeling weer openmaken. Dus wat dat betreft heb ik toch wel de garantie dat geen gelden meer zoek gaan raken op het ministerie. Muzikaba zegt verder dat het ministerie het financiële gat nog niet heeft kunnen dichten. De bewindsman geeft aan dat er nog geen financiële middelen daarvoor beschikbaar zijn. Die betaling die we nu verrichten is niet het gat dichten. We zijn gewoon voortgegaan, omdat natuurlijk het is een heel klein deel dat gedupeerd is. En je kan niet de mensen die volgen daarna zeg maar een gat blijven creëren. We hebben gezegd dat gat is er. Het moet gedicht worden. Ik ben afhankelijk van financiën wat dat betreft. Maar wij gaan verder. Dus dat gat is nog niet gedicht. André Muzikaba, minister van SOSAVO. Hij zegt dat zodra er financiële ruimte is, de achterstand in de uitbetaling van AKB-gelden zal worden ingelopen. De bewindsman heeft er echter geen zicht op wanneer dat zover zal zijn.